daar kent iedereen je naam. En waar ben je altijd samen? Het is zomer, het is feest. De muziek mag lekker luid. Iedereen komt zo naar buiten. Vogels fluiten, het is feest. Hey, hallo, dag lieve mensen, kom erbij. Hallo, liefste schat van mij. Hallo, beste vriendin. Hallo, wereld, kom erin. Hallo, feestjes en plezier. Hallo, Katrien. Zet de zomer op 10. Oh, wat leuk om jou te zien. Ik bewaar een plekje voor je met wel wie. Hallo, lieve gekke meid. Hallo, Katrien. Christel, geloof mij, ik heb nog nooit in heel mijn leven zo'n nachtmerrie gehad. Dus je stond in de lift? Van een schoenenwinkel. Schoenwinkel met een lift? 227 verdiepingen, vol met schoenen. Wauw, dat is een droom. Dat is toch geen nachtmerrie? Ja, ja, maar ik had geen voeten. Daar waar normaal je voeten zitten, zaten twee vlezige bollen. Plots schuift de deur van de lift open. Wie stapt er binnen? Kabouterplop. Brad Pitt. Wauw. Ja, dus Brad Pitt komt de lift binnengestapt, trapt per ongeluk op een van mijn vleesbollen. Ik roep auw! En hij zegt: oh, Karen, I'm sorry. I will make it good, so kiss me. En wat heb je gedaan? Ja, hallo? Als er iemand aan jou vraagt, moet je 5 miljoen euro hebben, wat zeg jij dan? Ja. Wel dan. Als Brad Pitt zegt kiss me, dan kies ik hem, hè, voor hij zich bedenkt. Dus jij kust Brad Pitt? Ja. Lang en intens. Maar dan ineens verandert Brad Pitt in een kleine, groene kikker. Augurk. En jij haat augurken. En daar beneden ligt hij dan, tussen mijn twee vleesbollen. Een kleine, verschrompelde augurk, te roepen: eet mij, eet mij. Karen, je hebt hem toch niet? Ik heb Brad Pitt opgegeten. Hé, hey, zijn jullie er al? Nee, we zijn nog onderweg. Ah, dan ben ik eerst. Oh, ik sterf van honger. Mag ik? Ja, ja, doe maar. Ik heb genoeg. Ze heeft juist Brad opgegeten. Ik hou niet zo van Brad. Geef mij maar patat. Karen, dit meen je niet. Hoe? Wat is er mis? Wat is er mis? Wat is er niet mis? Het is hier lelijk, vies, vuil, smerig en stinkt hier. Ga je er de hele tijd zo blijven staan? Absoluut. Hier vliegen minstens 500 miljard bacteriën door de lucht. En hoe meer ik hier rondstap, hoe meer er op mijn lijf springen. Hé, hey, is dit nou een kakkelak? Karen, ik begrijp het echt niet. Er stond nogthans te huur, karaktervol in schoon appartement, met gezellige open keuken, eigentijds bemeubeld, toplocatie. Zo stond het op hun website. Huh? Rosie? Hé, hey, Marcel. Zeg, wie waren dat? Oh, dat zijn je nieuwe buren. Dat zijn zangeressen van een meidengroep. Zangeressen? Ja. Die gaat toch niet de hele dag lawaai maken? Ja, Susie kan dat niet tegen. Susie? Oh, Marcel, heb je eindelijk een vriendinnetje gevonden? Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Een Siamese. Dat meen je niet. Dan heb je er twee voor de prijs van één. Nou ja, wat gezellig. Dan zijn jullie altijd leuk met z'n drietjes. Hey, en waar heb je die tweeling gevonden, op het internet? Nee, nee, nee. Op straat, in een doos. Arme meiden, ze wonen in een doos. Nou ja, koud zal zo'n Siamese tweeling het wel niet hebben, hè? Zo lekker dicht bij elkaar. Zeg, wanneer krijg ik dat oolijke duo eens te zien? Het is er maar één, hè? En ze zit hierin. Het is een poes. Het is een poes. Ik dacht, nou ja, ik begrijp het. Wat een lief beestje. Ja, hè? Maar ze doet af en toe iets raars. Oh ja, wat dan? Zingt ze een liedje en doet ze er een dansje bij? Nee, 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 nee. Ze zal het zo wel doen. Het is echt heel raar.
ik dacht wel dat jij het appartement had gezien voor je het huurcontract had getekend. Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Christel, echt waar, ik kon niet. En dan ben jij zeker een gewone duizendpoot. En waarom kon je niet? De nieuwe collectie was binnen. Ik moest shoppen. Shoppen? Mevrouw moest shoppen. In uw favoriete schoenwinkel zeker. Met 227 verdiepingen. Waar Brad Pitt in de lift springt, op een van uw vleesbollen komt staan, gekust wil worden en daarna verandert in een komkommer. Augurk. Zo hé, er zitten hier gewoon meer beesten dan in de dierentuin. Nou, Marcel komt er nog wat van. Dat beest doet niks. Ja, maar wacht. Het zal niet lang meer duren en dan zal Susie het wel doen. Maar iets raars, zei je. Ja, iets heel raars. Maar kijk, ik zie het aan haar ogen. Het zal nu niet lang meer duren. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Voilà. Dat was het. Wat zou dat kunnen zijn? Wat zou dat kunnen zijn, lijkt mij duidelijk. Je Siamees laat een hoge scheet. Denk je? Ja, wat denk jij dan? Dat ze de laatste hit floot van Lady Gaga? Lady Gaga? Astapeltje, wat een stank. Nu ruik ik het ook een beetje. Een beetje? Dat beest is rot van binnen. Marcel, doet ze dat de hele dag zo door? Nee. Maar een keer of 10, 20. Maar dat is niet normaal. Je moet met het beest naar de dierenarts. Denk je? Ja, zeker weten. Daar moet je iets mee doen. Die kat richt meer schade aan dan de gemiddelde atoombom. En zou je nou alsjeblieft mijn zaak willen verlaten? Want behang begint al van de muur af te komen. Nu overdrijf je. Oh ja? Dat ontbrak er nog aan. Hier zijn maar 2 slaapkamers in plaats van 3. Misschien hebben we niet goed gekeken. Hollands glorie zegt ook iets. Misschien heeft Josje wel gelijk. Karen, we hebben alle deuren van het appartement opengemaakt en het zijn er 4. De voordeur, de badkamer, slaapkamer 1 en slaapkamer 2. Waar zou slaapkamer 3 dan moeten zijn? Oh, wacht. Misschien heeft iemand ze verstopt. Onder de mat. Of in een schuifje. Of in een kookpotje. Karen, dat kookpotje lijkt me echt niet realistisch. Natuurlijk niet. En nu? Maar schatke toch. Dat is toch allemaal geen probleem? Dan slaapt Josje toch gewoon bij mij op de kamer? Ja. Of ik bij Karen. Is niet flinke, Susie. Goedemiddag. Dag. Ik ben jullie buurman, Marcel. Oh, ik ben Josje. Oh. Aangenaam. Ik ga even koffie halen, beneden. Jemig. Stank. Sorry, het is een scheetje. Zo. Ja, ik weet het is een probleem. Maar ik ga het laten behandelen. Bij de dierenarts. Tot later. Zal ik helpen? Oh nee hoor, dank je. Het lukt wel. Oké. Zeker weten? Ja, ik... Is er iets? Ja. Nee. Ik moet drukken. Drukken? Ja, de knop van de lift. Oh, natuurlijk. Stom van me.
Zeg, woon jij hier? Nee. Ja. Ja, jawel. Ik woon hier. Op de 6e etage. Hé, hey, tof. Dan ben ik jouw bovenbuur. Oh. En toen zei Superhunk... Leuk, ik ben jouw bovenbuur. Zo schattig. Wow, 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 wacht even, hè. Dus, die kruising tussen Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Johnny Depp zei... Ik ben jouw bovenbuur. Ja. Mag ik u er dan misschien even op wijzen dat Superhunk ook mijn bovenbuur is? Hey, en mijn ook, hè. Ja, maar dat zei hij niet. Hij zei, ik ben jouw bovenbuur. En toen stond ik in de lift, alleen met Superhunk... Met zijn witte gympies, zijn strakke jeans, zijn rood geruite hemd, zijn hippe kapsel en zijn stoere blik. Ja, genoeg. Kunnen we verder poetsen, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Ik zal de mokken wel even naar beneden brengen. Waarom overkomt mij nu zoiets nooit? Dat is omdat jij niet in The Secret gelooft. In de wat? The Secret? Het geheim? The Secret zegt dat je alles kan krijgen wat je wil, als je er maar in gelooft. Dus als ik nu wil dat Superhunk op onze deur klopt, moet ik er gewoon in geloven. Voilà. Oh. Oké. Okay. Oh, Superhunk, klop op onze deur. Ik ben zo goed. Hi, Superhunk. Goedemiddag. Ik denk dat ik The Secret nog een beetje moet oefenen. Ja, sorry hoor, maar wij hoopten dat u iemand anders was. Ja, onze bovenbuur. Ah, maar ik ben jullie bovenbuur, hè? Ja, aangenaam. Hey. Ja, ja, maar wij bedoelden een andere bovenbuur. Juist, ja. Die waar dat blonde meisje, ons Hollandse vriendin, mee in de lift heeft gestaan. Met Josje? Ik heb met jou in de lift gestaan. Blonde meisje, hè? Oh, wacht even. Dit moet echt een vergissing zijn. Wij hebben het over Superhunk. Oh. Met zijn witte gympie, strakke jeans, rood geruit hemd. Superhunk is hier daar straks geweest. Dat meen je niet. Ja, hij kwam even kennis maken. Jij was net weg. Oh, jammer. Is hij geen spetter? Als je van antiek houdt. Hoe bedoel je? Josje, die is toch veel te oud voor jou? Hij is een beetje ouder. Dat mag toch wel? Een beetje? Dan zou je overgrootvader kunnen zijn. Jij kan altijd zo overdrijven. Ik vind hem zo leuk. Als ik morgen nou eens naar boven ga en hem mee uitvraag. Zou ik niet doen. Jij bent gewoon jaloers. Jij wil uit met Superhunk. Niet direct. Daar zou ik nu niet bang voor zijn. Nou, des te beter. Slaap lekker dan, Karen. Ik ga dromen over Superhunk. Over ons eerste romantische etentje samen. Josje, ik... Droom... Nachtmerrie zacht. Thank you.
Karen? Karen, wat doe jij hier? Waterskiën. Slapen natuurlijk. Oei. Normaal mens slaapt nogthans in zijn bed. Ja. Een normaal mens slaapt ook niet naast een boomzaag. Goedemorgen. En die boomzaag komt nu irritant wakker. Ze zetel ingesprongen. Is er iets? Ik heb geen oog dicht gedaan door jouw gesnurk. Dat meen je niet. Ja, ik heb heel de nacht klaar wakker recht gezeten. Ben dan maar naar hier gevlucht, een beetje tv gekeken en ben uiteindelijk in slaap gevallen om 7:55. Dan heb je exact 7 minuten geslapen. Sorry. Hey, goedemorgen. Onderbuur. Hi. Hi. Bovenbuur. Ja, sorry, ik spring zo uit de douche. Ik trek even iets aan, goed? Hoeft niet hoor, hoeft niet. Ik zat te denken, zou het niet leuk zijn als wij zouden kennismaken? Mm-hmm. Met een kennismaking om kennis te maken. Ja, prima. Morgenavond doen, 8:00. Bij de Italiaan op de hoek, die is goed. Ik ben dol op Italianen. Hun eten. 8:00 Italiaan op de hoek? Ja, hij heeft het zelf voorgesteld. We hebben het hier toch over onze bovenburen? Ja, met de witte gympie, strakke jeans en het geruite hemd. En zijn mooie lijf, ja. Pardon? Ja, daarnet stond hij alleen maar met zijn handdoekje voor de deur. Ja, ik kwam net uit de douche. Het is 1 brok spieren. Maar nou moet ik gaan. Iets leuks kopen om aan te trekken. Doei! Doei. Dat kan nu toch niet. Ik... Karen? Schatje, ik weet het, hè. Ik ben haar moeder niet. Maar ik vind wel dat we haar moeten waarschuwen. Dat gaat toch allemaal veel te snel? Gisteren heeft ze hem leren kennen en vandaag hopla naar de Italiaan. Karen, zeg ook eens iets. Karen. Ah, wie we daar hebben? Ja, Superink. Karen, bezoek. Hi. Hi. Mag ik een beetje melk lenen? Ik zit zonder. Tuurlijk. Ik kom een beetje melk lenen. Ja. Of kom je eens kijken of je nieuwe vriendinnetje hier niet is? Ja, maar die kan niet hier zijn, hè? Je ligt boven in mijn zetel te spinnen. Pardon? Lief, hè? Maar ik heb er nu wel een dekentje in gelegd, want ze heeft wat last van haaruitval. Haaruitval? De melk. Scheelt er mee haar? Die heeft heel de nacht geen oog dicht gedaan. Ze kon niet slapen. Ah, nee? En hoe komt het? Daar zal jij binnenkort nog wel zelf achter komen. Ah. Terug naar mijn vriendinnetje. Hm? Ja, doe ze de groeten, hè. Ik hoop dat ze niet hard snurkt vannacht. Dat heb ik nog niet gehoord. Die kan scheetjes laten. Josje? Hé, hey, Christel, lief dat ik bij jou mag slapen. Geen probleem. Maar zou je nu niet liever ergens anders in een zetel willen liggen spinnen? Ik ben toch geen poes? Een haar. Oh, sorry. Morgen is de grote dag. Ik ga lekker dromen van Superhunk. Josje, nu we het daar toch over hebben, hè. Karen en ik vinden eigenlijk...
Christel, klopt iemand? Klopt dan terug. Op de deur. Zie. Super Henk. Hi. Hi. Zeg, ik heb iets voor jullie. Voor ons? Wat bedoel je, voor Josje? Nee, niet voor Josje. Als Karel vannacht weer niet zou kunnen slapen, dan heb ik een geweldig slaapmiddeltje. Gewoon in een glas en dan water erbij. Laat maar, Marcel. Ik neem geen slaapmiddelen. We zullen wel schaapjes tellen. En trouwens, vannacht zullen we er niet zoveel last van hebben. Ah, nee. Want Josje zal wel heel laat thuis zijn, hè? Ja? Ja. Doe nu niet of je van niks weet, hè. Super Hunk. Ja. Vanavond naar de Italiaan met Josje. Waar hebben jullie het over? Goedemorgen. Ah. Ik heb supergoed nieuws. Het appartement hiernaast stond te huur. Ik ben gelijk naar het verhuurkantoor gegaan en ik kan er vanavond al in. Dus ons slaapkamerprobleem is opgelost. Dat is inderdaad heel goed nieuws. En kijk eens wie er hier is. De Super Hunk. Josje, het is oké hoor als je ons niet alles wil vertellen. We komen het toch te weten. Hoe je lekker ligt te spinnen in zijn zetel. Naar al je haar verliest. En scheetjes laat. Waar hebben jullie het over? Oh, saved by the club. Hoi. Super Hunk. Hoi. Ik ben Bas. Ik denk dat er een klein misverstandje is, hè? Oké, dus daarom mag ik niet alleen met Bas afspreken. Mm-hmm. Daar zou alleen maar ruzie van komen. We mogen onze vriendschap niet in gevaar laten brengen door de eerste, de beste. Kom, zeg mijn naam. Wij zullen. Zowaar wij Karen, Josje en Christel zijn. Zowaar wij Karen, Josje en Christel zijn. Nooit alleen afspreken met Bas. Nooit alleen afspreken met Bas. Hé, hey, maar zijn jullie echt niet te moe? Want anders ga ik wel alleen, hoor. Hoi. Hi. Wat gebeurde er toen? Helemaal niks. Ja, kom op, zeg, wat kon ik doen? Ik stond daar met mijn hemd helemaal opengescheurd. Wauw. Wauw. Sorry, ik kan niet meer. Spijt me. Ik ga slapen. Welterusten. Ja, welterusten. Oh, ik ben ook kapot. Slaap wel. Bas. Jij ook, Karen. Nou, daar zitten we dan. Alleen. Met z'n tweetjes. En ik ben nog lang niet moe. Wacht even, ik ben zo terug. Kan ik nog wat te drinken nemen ondertussen? Ja hoor, neem maar. Oké.
Bad.